Enter op. Op dinsdag 1 november werd in het Amsterdam Fashion Hotel door Sky Radio een jaar lang gratis leven ter waarde van €30.000 weggegeven. Van de 24 kandidaten die zich eerder al gekwalificeerd hadden, maakte Marleen Salubala uiteindelijk de winnaar bekend. Wat was de eerste reactie? Blijdschap, vreugde, ja, dat je het gewonnen hebt. En had u het verwacht? Nee, helemaal niet. We zeiden tegen elkaar van we gaan met niks en misschien komen we ook met niks terug. Dus heel erg leuk, met name heel erg spannend. En dat komt gewoon omdat alle kandidaten zijn heel erg gespannen natuurlijk. En je weet, het kan bij nummer 1 gebeuren, maar ook pas bij nummer 24. Dus dat bouwt de hele tijd op. En ik zie trillende handjes en ik zie, als ze de code intoetsen, dat hun vingers helemaal trillen. En dat vind ik natuurlijk ook spannend. Brengt dat je... Oh, niet. Helaas, maar het zilveren tasje mag je meenemen, meid. We hebben anders nooit geluk en dit keer wel. We zijn super blij. Ja. Want we doen wel met meerdere dingen mee, maar nog nooit wat gewonnen. En zij reageerde natuurlijk ook prachtig, want ze beseft het helemaal niet. De eerste 10 seconden keek ze me aan van, wat zeg je nou eigenlijk? En het kwam helemaal niet binnen bij haar, dus dat is mooi om te zien. Waarom geven jullie dit weg? Nou, we vinden het leuk om, zeker in deze tijd van crisis, mensen toch een beetje door de crisis heen te helpen. Plus het feit dat wat we aan de winnaar gegeven zometeen ook nog eens een keer aan Doe een Wens wordt overgemaakt. Ja, en dat past gewoon bij het gevoel dat Sky Radio wil uitstralen. Een lekker vrij en vrolijk gevoel.